Wie is er nou niet gek om een lekkere en kruidige stoof? Met alleen wat kruiden, groenten en bouillon zet je zo'n heerlijke maaltijd op tafel. En om hem iets vullender te maken voeg ik kikkererwten en seitan toe. Ik verhit een scheutje olie in een pan op het vuur. En ik voeg de ui, knoflook en gember toe. En ik bak deze voor een paar minuten, ongeveer tot het zacht is. Daarna voeg ik de kruiden toe en bak ik deze kort mee. Na een paar minuten voeg ik de seitan, wortel en zoete aardappel toe en meng ik alles goed met een lepel. Ik voeg nog tomatenblokjes, groentebouillon, kikkererwten en rozijnen toe en ik breng dit aan de kook op een middelmatig vuur. Ik voeg ook nog wat peper en zout toe naar smaak. Al roerend laat ik de stoof ongeveer 30 minuten sudderen op een laag vuur. Als alle groenten lekker zacht zijn, roer ik de spinazie onder de stoof en daarna verdeel ik het over de diepe borden. Ik maak het af met wat limoensap en verse koriander. Eet smakelijk!